Vandaag in ons proefjeslaboratorium. Mega veel bubbels. Ze zijn er klaar voor. Tijn en Sophie. Sophie houdt van proeven, van snoepjes. En Tijn gaat altijd op onderzoek uit. Het proefje van vandaag gaat over... Mijlpaals! Onze grote oren knappen! Net zelf hebben we het ook aangeraakt. Lekker. Wat is dit dan? Wel een blaasmiddel. Ja. Nu op zoek naar een bak met draadjes. Draad? Ja, dat had ik ook wel beter mogen verstoppen. Oh, ik had een grote. Mijn bug werkt niet. Dan moet je met de vierkanten. Zie je? Hé, er komen gewoon ronde bubbels uit het hartje. Wow, wow, wow. Wanneer gaat het beter? Als je zachter blaast. Grote bubbel! Oh. Kijk, kijk, kijk! Ik heb het kapot gemaakt! Die heb ik gemaakt. Oh, hij is kapot gegaan. Wat gaaf! Je eigen bellenblazer maken! Is waar. Ik ga ballon maken. Nee. Kleine bubbels. Grote bubbels. Zo. Zo. En? Hij werkt! Ja! Nee, Tijn heeft geen tijd. Hij is namelijk druk met zijn dubbelbubbelblazer. Ah, ik kwam even op mijn neus. Nou, kijk, jullie hebben helemaal geen stokjes nodig. Jullie zijn een eigen bubbelmachine. Oh, dan kan iemand zelf aan zijn en dan zo. Grof geschud. Waar is dat voor? Zo bellen. Nee, kijk, zo wapperen. Blazen, blazen. Het zag hem draaien. Oh. Wauw, indrukwekkend. 3, 2. Wat een teamwork. En wat een megabubbels. Oh. Oh, eentje leeft nog. Opperste concentratie bij Sophie. Wat gaat ze doen? Hé? Ze is er doorheen. Ja, hou hem nu maar uit. Ongelooflijk dat dit kan. Ja! Wat voor bubbels hadden jullie net? Hele grote, reuze bubbels. Dan ben ik nu benieuwd of jullie ook mega veel bubbels kunnen maken. Sok. Een sok en een fles zijn de eerste stap voor de bubbelmaker. Hoe dan? En natuurlijk wat kleurtjes, altijd goed. Ja, blauw, blauw, blauw. Een klein beetje, hè? Ach, laat het maar. Nu de sok in het zeepsop. Ja, en blazen maar. Ik tel 1, 2, 3, 4, 5. Nou, het is echt ontelbaar, zoveel bubbels. Groene. Groen. Ja, en Tijn's arm is zelfs ook helemaal groen. Tada! Tada! Sophie, je mond is ook een beetje groen. Maar ja, dan wordt er ook echt hard gewerkt. De onthulling van het bubbelkunstwerk, waar lijkt het op? Monsters. En waar is dit voor? Voor iemand erin staan. En dan gaat iemand hem optillen. En dan zit je in een bubbel. In een bubbel? Wat? Hoe dan? Deze omhoog tillen. Gaat een hele grote bubbel komen. Ik ben benieuwd. Ongelooflijk! Oké, stilstaan. Met je armen als potlood. Potlood. Wow, het is net een regenboog. Dit was ons proefje van Kan jij dit beter? Doei doei, Tijn en Sophie!